Beste mensen, ik was vandaag graag bij jullie op bezoek gekomen in Alfa aan de Rijn, maar helaas lukt dat niet. Het is natuurlijk een spannende tijd in Politiek Den Haag en daarom kan ik vandaag niet weg. Maar gelukkig kan ik jullie op deze manier toespreken. Ik ben heel trots op al die scholen en gemeenten die tijdens de Actiemarathon zoveel jongeren hebben aangemoedigd om zich in te schrijven voor een vervolgopleiding en om hun startkwalificatie te halen. Op 1 oktober was de finish van de Actiemarathon. En via internet konden mensen stemmen op de meest originele en inspirerende actie. Dus we hebben een winnaar. Het project Maak werk van uitval en verzuim van het ID-college. Van harte gefeliciteerd. Dit originele project is wat mij betreft een goede keus van de kiezers en van de jury. Want het slaat twee vliegen in één klap. Het ID-college heeft negen jongeren die werk zochten officieel in dienst genomen als assistenten verzuim. En zij helpen leerlingen van het ID-college om letterlijk en figuurlijk bij de les te blijven. Deze zomer hebben ze leerlingen opgebeld die zich zonder startkwalificatie hadden ingeschreven. En ook leerlingen die dit schooljaar verzuimen, krijgen een telefoontje van de verzuimassistenten. Prima. Zo'n actie-reactie-aanpak is precies wat we nodig hebben bij die aanval op de uitval. Mijn complimenten. Ik weet zeker dat dit originele en doortastende project leerlingen kan helpen bij de fase die zij doorlopen als ze een vervolgopleiding kiezen. Van oriënteren naar echt kiezen. Van inschrijven naar daadwerkelijk starten en ervoor gaan. Ook de winnaars op plaats 2 en 3 wil ik natuurlijk van harte feliciteren. De regio Rijmond met het project Overlegtafels. En de gemeente Gouda en Alfa aan de Rijn met het project De Overstap. Beste mensen. De afgelopen jaren hebben scholen, gemeenten en overheid met elkaar al 100.000 jongeren behoed voor schooluitval. Geweldig natuurlijk, maar we zijn er nog niet. Nog steeds gaan er elk jaar duizenden jongeren van school zonder een startkwalificatie. Dat aantal moet verder omlaag. Want iedere jongere die met een startkwalificatie van school gaat, is er één en is klaar voor zijn toekomst. Daarom wens ik jullie allemaal heel veel succes in het nieuwe schooljaar. Doe je best en maak er wat moois van!